We zijn hier vandaag met Frida Heikoop en Sophie Heikoop. Jullie hebben een boek geschreven, 500 jaar Vollenhoven. Vollenhoven is bijzonder omdat het eigenlijk altijd in particuliere handen is geweest. En de eerste eigenaar was Godert van Reede. Dat was in de 17e eeuw. Hij kocht Vollenhoven in 1637 op een veiling. En hij was een heel bekend, belangrijk figuur in de regio. Hij zat in de Staten van Utrecht, dus het bestuur van Utrecht. En hij was ook namens de Staten van Utrecht afgevaardigde bij de Vrede van Münster. Belangrijke vredesonderhandelingen voerde hij namens Utrecht en heeft ook dat verdrag uiteindelijk mogen ondertekenen. Hier op Vollenhoven was toen nog niet een groot buitenhuis zoals mensen het nu kennen. Het was een boerderij. Wat hij dus in bezit kreeg. En wat in die tijd ook gebeurde is dat de Beeldse Grift werd aangelegd. Dus de vaart tussen Utrecht en de Beeld en Zeist die er nog steeds is. Dat was voor hem natuurlijk interessant, want hij kocht dit land. En als er zo'n vaarweg bij kwam, dan werd dat een stuk interessanter. Want een vaarweg was misschien nog wel belangrijker dan een weg voor op het land. Dus de aandacht van die Beeldse Grift... Dat erbij kwam, was voor hem een heel belangrijke reden ook om Vollenhoven te kopen. Privé ging het minder goed met deze man. Hij maakte namelijk enorme schulden. Bij zijn overlijden had hij bijna een ton in guldens aan schuld. Wat in de 17e eeuw echt een niet te voor te stellen bedrag is. En zijn zoon, die op dat moment echt nog jong was, begin 20... die erfde dus eigenlijk die schulden en die moest dus regelen dat allemaal weer werd opgelost. En daarmee heeft hij toen Vollenhoven ook weer verkocht aan de volgende eigenaar. Een hele belangrijke bewoner is geweest Willem René van Tel van Sirelskerke. Hij kocht Vollenhoven in 1774. Hij was de erfgenaam van Slot Zuilen, want de familie van Sirelskerke zat op Slot Zuilen. Hij was een broer van Belle van Zuilen, die bekende schrijfster, hè, die toch als voorbeeld van een geëmancipeerde vrouw geldt. En hij kocht het in 1774. Hij was toen getrouwd met Johanna Fagel. Ze hadden twee kleine zoontjes. En hun plan was om hier een buitenhuis van te maken en te vernieuwen. Maar het is de vraag of dat is doorgegaan. Vollenhoven was toen al een buitenhuis. Dat is ook hier waar wij nu zitten, maar dat stond toen nog tegen de boerderij aan. En die plannen waren er wel, maar zijn vader overleed vrij snel daarna, dus vanaf 1976 hadden zij Slot Zuilen in bezit. En waarschijnlijk is dat toen een buitenplaats geworden. En Vollenhoven heeft hij verhuurd. Er kwam toen een heel belangrijk persoon die het huurde en dat was dominee Johannes de Mol uit Loosdrecht. Hij is heel bekend geworden omdat hij in Loosdrecht een porseleinfabriek heeft opgericht. En dat deed hij om de noodlijdende bevolking te helpen. Het is minder bekend dat hij hier op Vollenhoven gewoond heeft. Het is wel bekend dat hij hier een molen had staan voor zijn porseleinfabriek en daarin kleine steentjes gemalen werden. Maar waar hij gestaan heeft, hoe lang hij in bedrijf is geweest, dat weten we niet. De Mol heeft het voor 5 jaar gehuurd, maar hij overleed nog datzelfde jaar, in 1782 geloof ik. Dus het heeft niet lang geduurd, maar het is toch wel heel mooi dat er voor zo'n belangrijke fabriek zo'n man heeft gewoond. Hè? Dat is een mooie toevoeging aan de geschiedenis van Vollenhoven. We staan hier aan de achterkant van het grote huis en wat bij zo'n landgoed hoort is inderdaad een uitzicht. En als je die kant op kijkt, dan kijk je richting Utrecht. En een heel lange tijd was er een recht op vrij uitzicht op de Dom vanuit het huis die kant op. Helaas is dat niet meer zo, want intussen is daar het provinciehuis gebouwd. En dat staat nu precies in het uitzicht. Dus de Dom kun je alleen nog maar zien als je wat meer naar de zijkant staat en niet meer vanuit de achterkant van het huis heen. De Smet was een bankier uit Amsterdam en zijn familie had hier al buitenplaats in de omgeving. Zijn ouders waren in bezit van Bierschoten. Hij zelf erfde Bierschoten en hij kocht Vollenhoven in 1800 en maakte daar zijn buitenplaats van. En die familie was al beroemd omdat het was een heel rijk bankiershuis, een van de rijkste van Europa. En zijn vader die leende miljoenen aan de tsaar van Tsarina van Rusland, Catharina de Grote. En als dank kreeg hij de titel Rijksbaron van het Russische Rijk. Vandaar dat de Smet zelf hier ook Rijksbaron van het Russische Rijk werd genoemd. Hij was kamerheer van Lodewijk Napoleon. Ik moest je ook voorstellen dat zulke mensen die zoveel geld hadden altijd in de hoogste kringen waren. Dus er was altijd wel een relatie met een koning. Ja. En hier op Vollenhoven, hij geldt als de grondlegger van dit huis zoals het er nu bij staat. En het landgoed. Hij heeft het park ook laten aanleggen in deze Engelse landschapsdeel. Godert van de Capelle kwam terug uit Indië, waar hij gouverneur-generaal was geweest. En hij kocht Vollenhoven echt als buitenverblijf.
Hij stichtte hier op zolder een museum waarin hij ook allerlei dingen liet zien uit Indië, waar hij dus een hele tijd had gezeten. Dat was enerzijds een natuurhistorische collectie, vlinders, opgezette dieren. Anderzijds waren dat ook voorwerpen uit het dagelijks leven in Indië. Maar er was nogal kritiek op hem geweest, omdat men vond in die tijd dat hij te vrij was. Hij zou te... hoe zeg je dat, niet streng genoeg hebben opgetreden in Indië. Met onze ogen vinden we dat sympathiek. Hij heeft bijvoorbeeld ook twee kinderen geschonken gekregen. Nou, dat is al een heel raar idee, maar twee kinderen uit Papua-Nieuw-Guinea die aan hem werden geschonken en daarmee waarschijnlijk door hem uit slavernij zijn gered. Die kinderen heeft hij meegenomen naar Nederland en eentje daarvan is zelfs met de tuinman van Vollhoven getrouwd. Hij heeft hen onder zijn hoede genomen als een soort geadopteerde kinderen en hier de kans gegeven om hier een leven op te bouwen dus niet in slavernij te vervallen.